Oh, storm op zee, jongens. Dit is gevaarlijk. Jongens, welkom bij Assassin's Creed aflevering. Aflevering 8. Sorry mensen dat ik er even zo lang over dacht. We zijn op het schip en na het intro gaan we steeds verder. Want we zijn druk bezig om die piraten die wij hebben aangespoord om ons te helpen ons uit deze bizarre situatie te halen. Dus geniet maar even mee na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja. En hijs de zeilen. We moeten even kijken, want we kunnen het schip bedienen. Maar we moeten even uitkijken dat we niet op rare plekjes komen. En er komt een schip. Oh, schiet. Fire. Pats. Huppakee. Oh. Wat? Ging dood? Wat is er gebeurd, jongens? Is dat schip ergens tegenaan gekomen of zo? Dat ging even snel. Wauw. Dat ging heel snel. Oké, overnieuw. Huppakee. Eerste schip hebben we ten onder gebracht. We moeten inderdaad in het gebied blijven, dus dat was wat ik fout deed. Huppakee. Ik snap wat ik fout deed. Ik moest in het gebied blijven. En aan mijn rechterkant wordt ook bijna. Ja. Huppakee. Het volgende schip, jongens. Ze komen heel dichtbij nu. Yo ho, a pirate's life for me. The junk is on the fire, yo, is up is on yo. Ik heb het gevoel dat we iets niet goed doen. Nee, we doen iets niet goed. We doen iets niet goed. Wat doen wij niet goed? Ontsnappen aan de vloot. Moeten wij niet gewoon keihard wegvaren? Ik denk dat laatste. Ik denk dat wij moeten ontvaren. Dat we weg moeten varen uit die scheve schuit. Uit van die schrobbenjakken. Van die jachthalzen. Ontsnappen aan de vloot. Ik zie het al. Oké, gewoon recht vooruit. Huppakee. Oké, we gaan doorrijden. En weggaan van die vloten. We gaan rechts zo die gaat. Dat is het beste wat we kunnen doen. Oké. Nou, dat dingetje daar, die wil ik wel pakken, die event. Oh, die golf, joh. Moet je kijken. Fire! Nu vuren! Yes! Ja, we hebben hem. Oké, rechts zo die gaat. Weg uit deze storm. Nog 2000 meter. En we komen uit die... Oh shit, er komen nog meer van die schepen. Dat is niet goed. Is niet goed. En dat schip gaat alle kanten. Het is echt storm op zee. Oh jee, er komen meer van die scheepjes aan. Daar ben ik niet blij mee. We hebben... Oh, kijk die golf, joh. Oh my god, grote golven. Grote golven kunnen die schip zwaar beschadigen. Ga ze tegemoet om geen schade op te lopen. Als dit niet lukt, hou dan I ingedrukt om je schap te zetten om de schade te beperken. Oké. Okay. Schade aan de boot. Damn. Oh my god. Dit is echt vet hoor. Heel vet gedaan. We zitten nou echt in woeste golven. Niet normaal joh. Wauw. Er komt nog zo'n grote golf aan. Nee, die gaat weer zakken. Die gaat weer zakken. Ontwijk dat ding. Welk ding? Wauw. Fantastisch. Gaaf gedaan jongens. Oh, wat komt daaraan? Iets schils. Een orkaan. Wow, oké. Okay. Kom ik van alles tegen nu. Oh. Versnellen. Oh, dit is gaaf, jongens. Ik voel echt... Ik heb echt dat gevoel ontsnap aan de vloot. Ja, ik snap het. Het is gaaf. Je komt alle dingen tegen. Ziet er niet goed uit. Wat ziet er niet goed uit? Komt er weer een grote golf? Oh, shit. Weer een orkaan. Oh, shit. Er komen er twee. Moeten we daar tussendoor gaan? Ik weet het niet. Ik ga naar rechts.
Ontwijken, dat is het beste wat we kunnen doen. Oh shit, ik voel die kracht dat ik word meegesleurd in dat ding. Ik voel die kracht. Oh shit. Oh, geweldig. Grote golf, is die... Hij kan wel. Ik heb erge golven meegemaakt. En de schip is voor, ja, wat zullen we zeggen, 1/3 beschadigd. Dus dat is best wel te doen. We moeten nog 900 meter en dan zijn we bij onze bestemming. Wat een heftige storm, jongens. We leren gelijk die wateren kennen hier. En wat een grote game ook weer, hè. Fantastisch. Shit, daar komt een hele grote golf aan. Oh. We gaan er langs. Nee, we gaan er niet langs. Zet je schrap. Oh. Ja, yeah, oké, dat ging goed. Gelijk rechts zo die gaat, jongens. Ah, fantastisch. Oh, weer in elkaar. Nee, niet midden in de orkaan. Nee. Oké. Okay. Wauw. Damn. Die orkanen zijn vervelend, joh. Toch wel eng op zee, hoor, jongens. Kijk, die gozer is ook op dat dek. Dat je dat volken nou, joh. Oh, het is weer gedaald, volgens mij. Het is weer rustig, ja. Oké, dit is echt heel tof gedaan, jongens. Ontzettend gaaf. Wauw, dat was even actievol. Vond je niet? Nou, we gaan terug aan wal. We zijn gelukkig op rustig zeegebied nu. We zijn uit de storm en ik neem wat te drinken. En dan genieten wij waarschijnlijk van de cutscene. Grote gootjes, we hebben het gered. Oh my god, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Aduwale. Ever been to Nassau, Aduwale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep you. All hands aft, lads. We're taking this one home. Yes! We hebben 100% gehaald. Geef ons feedback. Ik ga zeker deze beoordelen met heel leuk. Zo, we hebben feedback toegezonden. Daar zullen ze blij mee zijn. En we gaan gelijk door naar de volgende missie. Missie 06 hebben wij uitgespeeld. En we hebben gelijk 20 gamer points. Good while it lasts. Complete Memory Sequence 2. I've made my choice, Addy. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. Een kwartiermeester. Oké. Klinkt grappig. Klinkt leuk. Immediate counsel for this Tyro captain. Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Spied a few items in the holder, powder and a few pistols. Oké, schrap zetten, roer loslaten en versnellen. Oké, wat grappig, joh. Kunnen we dus ons schrap zetten? Oké, we kunnen stoppen met de boot
En we gaan daar zeilen. Dus we gaan naar Abaco, dat is een nieuw gebied. En daar gaan we dus ons anker neerleggen. En dat vind ik eigenlijk heel stoer. Rijsnelheid. Wat gaaf dit gedaan, joh. En ze zingen ook liedjes inderdaad onderweg. Wat grappig, joh. Maar dat betekent dus dat we het eerste land waar we waren, Havako, wat was het ook weer precies? Ik ben nou al in de naam kwijt, heel slecht. Maar daar hebben we nog een aantal spulletjes die we eigenlijk moeten verzamelen. Dat gaan we dan wel later doen. Naar locatie kijken. We gaan eens even kijken. We gaan daar naartoe. Dus we gaan even om dit gebied heen. Ik ken dat liedje ook. Vaar naar Marco. Community uitdaging. Is een community uitdaging gaande? Ga naar pauze nu voor meer. Een community uitdaging? Wat is een community uitdaging? Ik zie hier nergens een community uitdaging staan. Oké, dan gaan we gewoon door. Oh. Wat zijn dat? Zitten er... Oh, daar zijn piraten. Dit is wel vet gedaan. Dit moet je kijken, wat een mooi schip, joh. Ik heb echt een prachtig schip. En dat is echt een hele leuke, fantastische toevoeging aan de game. En dat is dan inderdaad dat je gaat varen. In plaats van, omdat het gebied zo verschrikkelijk groot is, is het gewoon zoveel werk om naar bepaalde gebieden toe te gaan. Het is natuurlijk allemaal eilandjes. En het is echt te groot gemaakt, de game. Maar dat is zeker positief. En we gaan daar naartoe varen. En dat betekent dat we hier even moeten stoppen. Dus we gaan afremmen. Roei loslaten. Oké, Abaco. We hebben één uitkijkpunt, één kist. En dat is zeker een heel klein eilandje. Dus we kunnen sowieso even gaan kijken wat hier is. Ik ga sowieso eventjes naar de overkant. Huppakee. En even kijken hoor. Vaar naar Abaco hebben we nog steeds niet gedaan. Oké. Op dieren jagen. Leguanen gedood en ocelotten. Oké, ik zie al een jager. Ik zag al een ocelot. Je kunt op dieren jagen en ze volgens te villen om dierlijk materiaal te verzamelen. Daarmee kun je voorwerpen maken en upgrades voor Edward. Oké, nou, ik zie daar al een beestje. Daar heb ik een beestje gezien, een rode. En die gaat me aanvallen, hè, als ik te dicht bij hem in de buurt ben. Dus dan zou je eigenlijk een pistool moeten pakken. Hè? En dan zou je zo eigenlijk even zijn kop eraf moeten schieten. Zo, huppakee. Zo doen we dat met die vieze... Volgens mij is dat een ocelot, dit. Dit kennen we al van Minecraft toevallig, ocelots. Nou, dit is dan zo'n ocelot, maar dan een gevaarlijke. En we hebben een bot en een ocelotpels. En nu zag ik daar, een leguaan lopen. Waar is die? Daar zo. Leguaan! Oh, dat was hem niet. Oké. Ik zie daar nog een ocelot in het rood. En we zoeken ook naar leguaantjes. Vallen die ook aan dan? Oké. Nee, dat is een goede beest. Ik zie al een leguaantje. Leguaantje! Oh! Waar gaat hij heen? Oké, nou schattig. Huppakee. Schiet een leguaan af. Dood een ocelaan. Ocelot vanuit de lucht. Nou, dan gaan we dat proberen. Dat staat in ieder geval. Dus we moeten even in de lucht gaan. En dan moeten we vanuit de lucht moeten we een ocelot doden. Nou, laten we eerst even die synchronisatie doen. Dat is hier zo. Op de punt van de top. En hier zo kunnen wij synchroniseren over dit eilandje. Even alles bekijken wat er is hier. Nou, prachtig eilandje. Lekker knus. Een leuk klein, kort eilandje. En de dodensprong hebben we nu nodig. Druk op A. En RT en A. Oké. Dan moeten we even een beestje zoeken. Daar zit de ocelot. Nou, die kunnen we niet bij. Zo, laten we even daarin duiken. En een kistje. Want er waren voor mij drie kistjes uit mijn hoofd.
En Ocelot, oh jee. Kunnen we hierop? Kunnen we hier niet op, jongens? Zal het er wel? Kijk. Nou, gaat hij er weer af, hoor. Kijk, en daar is een Ocelot. Oh! Snappy! Ik kan hem vermoorden. Maar dat doe ik niet. Ik ben bang dat hij achter me aangaat, die Ocelot. Waar ben je, jongen? Waar zit je? Where are you? Oh, ik moest op die boomstam. Dat deed ik niet. Haha. Daar is een leguaan. Of een ocelot. Kunnen we vanaf de boom daar doen? Even daar naartoe. Zo. Dat was iets te hoog. Nee, daar komen we niet bij. Jongens, dit is vervelend dit. Waar zijn die rotbeesten? Een bootje wel hier. Terug naar de... Oh, terug naar het schip. Oké. Okay. Ik drukte te snel, helaas. Dus via het schip kan je terug. Nou, dan moeten we helemaal terug gaan. Sorry mensen. Wat scheelt die? Ja, ik ben weg. Ik kom zo terug. Ze missen me gelijk. Hè? Als ik van die boot op ben, gelijk wat ze doen is me aanroepen. Ocelot, blijf staan. Ocelot. Blijf staan. Blijf staan! Ik zei het al. Zou ik hem willen? Nee, want dan hebben we die missie niet gehaald. Ik wil ook proberen 100%. Nee, 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 kom terug! Nee, 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 nee. Oh, rotbeest. Kun je die leguaan wel pakken daar? Nee, dat is geen leguaan, dat is een rotse, Vincent. Lekker bezig. Nou, we hebben nog één leguaan nodig. Die wil ik eigenlijk even verzoeken. Leguaantje, leguaantje, waar ben je nu verstopt? Ik zoek je nu al dagen, misschien ben je verrot. En een krapje hier en een krapje daar. Een krapje overal. Waar zijn die leguaantjes, jongens? Oh ja, dan kan je het oog gebruiken. En waar we iets zien, daar is het goed. Oh, dat is een leguaantje. Of een... Oh, zie hem springen dan, api. Oeh, ik ga achter hem aan. Ik maak hem kapot, jongen. Ik maak hem... Ja, 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 ja. Dat was niet op hem. Verdomme. Dat was niet op hem. Dat was niet een afspraak, hé. Oké. Daar is hij. Ik kan hem. Jammer. Nou, dat gaat te lang duren, jongens. We gaan hem gewoon lekker villen. Ik heb er geen tijd voor. We gaan hem gewoon villen. Huppakee. Dan maar niet die 100%. Een bot. En nu nog een leguaan. Nou, die moet hier niet ver in de buurt zijn. Leguaantje. Ik zie alleen maar ocelots, jongens. Zal toch niet hier ver in de buurt zijn, zo'n leguaantje? Het zijn hele kleine beestjes. Daar loopt er een. Is dat er een? Daar? Ja, dat is er een. Oh, loop daar, loop weg. Wacht. Op mijn gemakkie. Pets. Oké. Okay. En die andere kunnen... Oh, die gaat... Kijk dan, die gaat weg. Wat een leuk beestje, joh. Nou, we hebben in ieder geval gejaagd. Het is niet zoals Assassin's Creed dat je complete... complete dingen speelt. Hoe noem je dat, jongens? Oh, maken. Wacht, je moet natuurlijk maken, staat er. Bij Assassin's Creed 3 had je complete missies dat je alleen maar aan het jagen was. Je was eigenlijk meer bezig met jagen dan andere dingen. Gezondheidsupgrade. Kijk. Leguanenleer. Gezondheidsupgrade 1. Hertenhuid. Oké, grappig. En deze? Oh, wat grappig, joh. Krokodillenleer hebben we nodig. Kijk dan wat je allemaal kunt jagen, joh. Witte haaibot. Wild zwijnhuid. Dat kunnen we altijd nog doen. Een brulaap. Moeten we apen gaan doden, jongens? Roy zit ook in de game. Nou, dan weten we dat ook gelijk. En nu kunnen we dus heel makkelijk een fles. Ik zie een fles hier. Die gaan we even pakken. Voordat we dit eilandje verlaten. Voordat we de aflevering afsluiten. Wil ik eventjes... Hé, die mailtjes.
Nou, daar kan je toch niks van maken. Wil ik toch eventjes de dingetjes vinden op deze... in deze jungle, in dit eilandje. Nou, flesje hebben we gevonden. Ja, nou, dat kan ik toch niet lezen weer waarschijnlijk. Hamburg, staat er weer boven Hamburg. Komt weer uit Hamburg, net als vorige keer, weet je nog. Hadden we ook zo'n... zo'n kaartje gevonden en... Als het goed is... Er zit nog een schatkaart daar, zie je dat? Een hele fijne schatkaart hier verborgen. En die heeft deze man gedropt. Interactie. Graag interactie met die skelet. Een schatkaart. En waar zit het? Even kijken, we hebben het eilandje. En dan zit er een grote rots. Een rotshots. En die rots, dat is niet die rots, hoop ik. Het was weer een hele onduidelijke schatkaart die je had gevonden, Frits. Een hele onduidelijke schatkaart. Ja, jij altijd met je schatkaart. Ik kom er ook niet meer uit, hoor. Ja, kijk, als je dat gebied hebt zo, hè, dat gebied, dan moet je kijken van, daar zit een rots, hè. Dat is zo. Nou, ik had niet vinden, hoor, jongens. Hoe moet ik nou die schatkaart, hoe moet ik dat nou doen, jongens? Ik moet op een manier, moet ik die schatkaart vinden. Hij zit in mijn inventaris. Schatkaarten. Onderzoeken. Kijk. Ik heb een heel gebied. Een langwerpig. En dan zit het... 749. Ik weet het echt niet hoe je daar komt. Heel onduidelijk. Maar het is een zo-vorm. En is dat hier het eilandje ook dan zo? Ja, dat loopt ook een beetje zo. Dan loop ik nu de goede kant op. Maar ik zie geen grote rots. Ja, daar zo. Ligt het hier niet? Hier is het ergens, denk ik. Laat nog even op die mapkaart kijken, anders geef ik het op, hoor. Oké, schatkaart. Waar was die ook weer? Inventaris. Schatkaarten. Onderzoeken. Even kijken, hoor. Ik word hier niet wijzer van, maar ik denk dat op dit gebied dat hij hier moet liggen. Maar ik zie die steen niet, die grote steen. Is het dan aan de andere kant van de map? Ik weet ook niet of dit op dit gebied is. Maar er zit een grote steen op het eiland. Nou, die zie je niet. Er is alleen daar een hele grote steen. Dus ik dacht, die zit op dit eiland. Even naar de andere kant. Liggen we aan! Zo, ik heb snel even een leguaantje gedood. Wie weet hebben we nog dat leer nodig. Nou, we weten in ieder geval één ding zeker. Met dat bootje kunnen we heel snel terug naar de kade. Ontmoeten moeten we namelijk. Maar voordat wij gaan ontmoeten, wil ik eigenlijk die grote steen even zoeken. En waar zit die op de map? Ik zie geen grote... Ja, deze steen. Dit is die grote steen. Maar die zit niet op de buitenkant van die mapkaart. Nou, ik geef het op. Ik weet het niet waar die zit. Goed verstopt. Goed bezig, Assassin's Creed-makers. Oh. Nou, eraf. Eraf. Eraf! Rot knoppen. Ik raak er nooit aan gewend, Assassin's Creed knoppen. Dus geloof me, ik ga heel veel fouten maken met de knopjes. Dan merk je al een achtervolging, hè. Ga naar Adawele. Adawele. Ontmoeten. Oh, hier is die. Hallo. Ahoy, captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fatten myself in holster. All I need now is a pistol to lie in. Yeah. Taken from the holes, as you said. More than a blowpipe. But they'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. Find no civilization in Nassau. But it's a fine place to be merry all the same. Okay.
Nou, de missie is voltooid. We hebben inderdaad niet de ocelot vanuit de lucht gedood. Maar is helemaal geen probleem. We hebben de missie voltooid en daarmee eindigen we ook de video. En kogelregen. Gaan we volgende keer gewoon verder waar we hier eindigen. Dus zeker weten, volgende keer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassin's Creed. En ik spreek jullie later. Of ik zie jullie later. Doei doei!